wij de online vrierencursus voor alle kinderen in Nederland die niet naar een vrierenles kunnen. Ik ben Marnik van Fast Forward Sports. Volgende les, de monkey. Aan het eind van de les kan jij dus dit. Voordat we gaan beginnen doe je natuurlijk de warming-up die je hebt gezien in de eerste les van de cursus. Oké, vandaag gaan we de monkey doen, maar we beginnen even klein. We gaan beginnen met een soort van voorbeeld dat op een konijntje lijkt. Je gaat dus een latje zoeken. Mag een latje zijn, een plankje, een matje. Iets wat klein is en waar je makkelijk overheen komt en wat laag bij de grond is. Je gaat beginnen met je voeten een beetje dicht bij elkaar te doen. De bal van je voet staan, benen bij elkaar, handen voor je. Als je dan over het latje heen gaat, ga je je benen tussen je handen doortrekken en land je ook weer daarachter op de bal van je voet. Het ziet er als volgt uit. Op deze manier. Dit ga je ongeveer 30 keer doen en dan moet je zeker weten je overheen komen. Dat weet ik zeker. Doe je best. Oké, nu gaan we lekker naar buiten toe, want je hebt natuurlijk stap 1 gehad, dat was laag op de grond. Dan kun je lekker binnen doen. Nu kun je lekker naar buiten, ga je een muurtje of een verhoging opzoeken. Waar je dus goed je oefening kan uitvoeren om op en af te springen. Dit ga je in totaal 30 keer doen. Je zorgt dat je goed je handen erop zet, erop springt en daarna weer af. En dat doe je 20 keer en dan kunnen we door naar de volgende stap. Oké, we gaan nu echt buiten met echte muurtjes werken, want nu wordt het toch binnen een soort van moeilijk. Je kan het nog wel binnen doen, maar zorg echt dat je een goed materiaal hebt waar je op kan gaan staan. Want nu ga je de monkey gewoon helemaal over hetgene doen waar je overheen gaat springen. Dus zorg dat je een goede aanloop hebt, dat je twee handen erop kan zetten en daarvoor nog een bounce kan maken zodat je er overheen kan en je voeten daarna in splitvoet uit laten lopen zodat je lekker een stukje nog verder kan voor je volgende trucje of een andere gekke trick. Dit ga je ook weer 10 of 20 keer doen, kijken hoe ver je komt. Oké, we hebben net natuurlijk de monkey gedaan en helemaal uitgevoerd. Maar nu wil je misschien nog iets moeilijker doen of iets verbeteren. Je kan natuurlijk van allemaal materialen zoeken, zoals planken, latjes, andere dingetjes, om eigenlijk je monkey er overheen te doen en dan daarna erop te landen, dus dat je een monkey prie krijgt. En dan ga je proberen te stikken, dus dat je rechtop blijft staan. Blijf veel oefenen en doe goed je best en lekker blijven springen. Goed bezig. Oké, post wat je hebt geleerd op Insta en tag Fast Forward Sports zodat wij het allemaal kunnen bekijken wat jij hebt geleerd. Als de scholen weer open gaan, starten de vrierenlessen ook weer. Woon je in Woerden? Check dan op fastforwardsports.nl voor een vrierenles bij jou in de buurt. En laat ons zien wat jij hebt geoefend. Woon je niet in Woerden? Check dan de beschrijving voor andere lessen in Nederland. Doei doei!